reserveringskosten. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker vragen als ik een winactie hou. Mensen begrijpen het misschien niet helemaal of mensen hebben het gevoel dat ze misleid worden. Dat laatste is helemaal niet het geval en dat eerste daar help ik graag even mee. Die reserveringskosten die heb ik in het leven geroepen omdat ik voorheen als ik een winactie deed maakte ik een koppel of een gezin of wie dan ook maakte ik heel blij. Kreeg ik een hartstikke leuk berichtje. Gors fan, dankjewel dat we gewonnen hebben. Dan belde ik ze op, maakten we een afspraak. Maakte ik daar tijd voor vrij. Reed ik heel vaak naar Tilburg of naar Nijmegen of Den Bosch. Ik rijd heel de provincie door. Het is me een paar keer gebeurd. Dan was ik er wel. Maar dan kwam er niemand opdagen. En dan ga ik bellen. Oh, sorry, we zijn het vergeten. Ja, nee, toch niet zo heel veel interesse. Er is iets tussen gekomen. Hebben mensen blijkbaar niet de moeite genomen om mij dat even te laten weten. Nou, behalve dat mij een ontzettend rot humeur bezorgt. Want het verpest mijn hele dag. Iemand anders heel blij kunnen maken met de fotoshoot. Ik had een ander koppel in kunnen plannen. Dat vind ik zo zonde. Dus wat ik nu doe met die reserveringskosten is eigenlijk heel simpel. Ik heb netjes een factuur. Daar staat ook alles nog een keer in uitgelegd. Je krijgt een contract. Daar staat alles in uitgelegd. Ik vraag €50. Die betaal je van tevoren als een soort commitment. Dan weet ik zeker dat je erop toegelegd hebt. Dat je opkomt dagen tijdens de fotoshoot en vervolgens krijg je die €50 weer terug. Alleen, als je niet opkomt dagen, als je vergeet om te zeggen dat je niet opkomt dagen, als er iets tussenkomt, als je geen zin hebt, als je het bent vergeten, dan ben je ze kwijt. Dat is het. Het is echt een soort wederzijds vertrouwen wat we met die reserveringskosten kweken. Het is gewoon puur om mezelf van een heel slecht humeur te behoeden. En om er zeker van te zijn dat ik de juiste mensen blij maak als ze iets winnen. Hopelijk is het allemaal duidelijk. Mocht je nog vragen hebben, mocht je nog iets willen weten. Als je deze video ziet, weet je me te vinden. Laat een berichtje achter. Stuur een WhatsAppje. Stuur een berichtje via Facebook. Bel me op. Stuur een mail. Het kan allemaal. Dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. Heel veel succes. Hopelijk win je. En wie weet zien we elkaar dan binnenkort. Doei!